Het Artiestencafé met muziek en informatie. Hier is uw presentator Hans Vrielink. Welkom in het Artiestencafé vanuit Bokhoven. Dat ligt bij Engelen aan de Bokhoomse Maasdijk nummer 12. Daar hebben we dit programma, het Artiestencafé. En dames en heren, te gast aan tafel de groep Bridge. Hier rest van mij Ad Westerlaken, Ben Verbund en Hans van der Zanden. En daar gaan we even de geschiedenis van deze heren doorzagen van de groep Bridge. Ze werken al heel lang samen. In 1970 zijn ze begonnen en zijn muziek gaan maken. En ja, ik vind het altijd wel interessant om toch eventjes terug in de tijd te gaan waarom je dan op de muziek komt. Ad, als dat bij jou begint, dan, ja, dan is dat een heel goed voorbeeld natuurlijk. Een hele muzikale familie volgens mij, Westerlaken. Ja, inderdaad. Ja, bij ons wordt hartstikke veel muziek gemaakt. Je weet, mijn broer Albert West, die ken je. Ik heb een zus die in het opera-gezelschap van Den Bosch zit. Ik heb twee broers die gitaar spelen. Ik heb nog een zusje wat ook zingt. En ja, onze hele familie zingt altijd. En wij blinken uit in smartlappen, met name die van de zangeres zonder naam. En die zingen je juist niet op de bühne? Nee, nee. In een hutje in de duinen kennen wij uit ons hoofd. Laat even kort, hoe gaat dat even dat refreintje dan? Ja. Oké, nou. In een hutje in de duinen, lag een knaapje voor het raam. Turen naar de ranke scheepjes, hipte bij de waterbaan. Kon van ziekte niet naar school toe, het was nog lang niet sterk genoeg. Mami's oog schoot steeds vol tranen, als ze snikkend Anna vroeg. En ondertussen is dan de afwas gedaan, toch? Is afwas gedaan, precies. Ja, ik heb dan gestofzuigd. Oké, maar Ben, je treedt al heel lang op, hè. Wat waren eigenlijk de eerste locaties van de groep Blitz in Den Bosch? Ja, dat was in Den Bosch inderdaad, bij het FUST, dat was op Sidelkazerne. Zwarte Kerk op de Kruiskamp, de Pint, de Hass Sociëteit. Dat soort gelegenheden waren onze eerste podia. Ja, door wie zijn jullie eigenlijk geïnspireerd? Door welke muziek? Nou, Benny. Sinds jij erbij bent in het begin, hè, was dat de Shuffles uiteraard. Oh, oké. En ook in die tijd Creedence Clearwater Revival, die waren toen erg populair. Dus de commerciële muziek die op de top 40 hoorde, de Stones, Sympathy for the Devil, dat was de tijd dat wij begonnen met Bridge. Ja, hoe keek je dan naar de Shuffles? Want dat was toch een voorbeeld? Of wat dacht je dan, Ad? Nou ja, kijk, ik ben een tijd lang als roadmanager meegegaan met de Shuffles. Toen ik 14, 15 jaar was. En ik dacht, ja, dit moet ik ook gaan doen. Ja. Optreden met een bandje, mensen plezieren en daar ook nog een aardig zakcentje aan overhouden. Maar goed, jullie gingen dus naar Jan Vis. Van Jan, wil je ons ook boeken ergens? Ja, misschien willen ze ons ook wel ergens hebben. Hoe ging dat? Ja, ik denk dat hij het vanwege mijn broer wel billigde. En ja, wij mochten één keer in de maand of zo traden wij op. Ja, als ze geluk hadden. Ze geluk hadden. Ja. En toen? Ja, toen hebben wij samen de stoute schoenen aangetrokken. En zijn we naar de Achterhoek gereden. Rond Enschede, daar waren allemaal grote zalen. We hadden daar de krant gekocht van vrijdag of zaterdag. Daar stonden al die dancings in. En we zijn op een maandag of dinsdag rondgereden, Ad en ik. We hebben 15 dancings gehad en ons aangeboden. Overal hoorden we, nou ja, we doen het rechtstreeks met bureau BVM. Dat is een artiestenbureau in Enschede. We boeken geen orkesten rechtstreeks. Nou, toen kwamen we s'avonds aan bij meneer Gaasbeek. Dat was de eigenaar, de baas van BVM. Dus de Jan Visser Enschede, zeg maar. En dat was een hele kleine straat, een klein huisje. En we dachten, gaan we binnen of gaan we niet binnen? Ja. We kwamen binnen, we kregen koffie, we kregen een Twentse cake. En eigenlijk had hij ons al, na een paar zinnen met elkaar gesproken te hebben, had hij ons geboekt voor twee gelegenheden. Ja, ja. Ja. En, maar wat kreeg je bijvoorbeeld bij Jan Vis voor een optreden? Nou, 250 gulden per optreden kregen we. En hoeveel man zaten jullie dan? Hans, was je daar? Vijf man. Vijf man. En dan kwam je thuis en dan... En dan was het balen.
want de voorgeschiedenis van muziek maken. Mijn vader was ook muzikant. En die zat vrolijk in een bruiloftriootje te werken. Ja, welke band? Die had vroeger bij de All-Stars enzovoort. En diverse andere bands. En die jongens die hadden het goed voor elkaar. Die gingen gewoon met een triootje op sap. En die kregen voor je bij het leven. En dan zei hij tegen mij altijd van, en jongen, we hebben verdiend. Nou, 5 tientjes. Nou ja, maar dan moest je ook nog de benzine en alles vanaf. Hè? Oh, deed hij. Ik 150. Oké. Okay. Ja. Nou dan begonnen we maar aan een nasie midden in de nacht. Proost. Ja. Precies. Zeg, je ging naar Twente en bij BVM. Ik heb contact gehad met Frederik Klomp. Ja. Ik heb wel research gedaan. Dat heel goed. Kijk. Hij werkt op dit moment nog steeds. En ik vroeg aan de heren eigenlijk die daar werkten, onder andere Frederik Klomp, wat vond je nou van deze groep Bridge? Wat leuk, ja, precies. Hij zei, daar denk ik nog steeds aan terug, zei hij. Want het was alleen maar goed werk wat ze deden. Maar hij zei van, ja, ik had de eerste bezoek wat ik van de heren had. En ze riepen Albert West. En toen zei ik meteen, ja, doen. En toen was meteen, ja, dat helpt dan toch wel. Als je broer dan zo'n wereldhit heeft van de Shuffles, dan helpt dat bij zo'n boekingskantoor. Maar, zegt hij, zij staan op eigen benen en ik denk nog steeds terug aan die tijd. Doe eens de groeten. Nou, bij deze. Ja, dankjewel. Leuk. Ja. Want waar stond BVM nog meer voor? Wat deed ze nog meer in Enschede? Die meneer Gaasbeek was de vader van een van de bandleden van T-Chin. Van de bassist van T-Chin. Ja. En daarmee ook de schoonvader van een van de zangeressen. Gertie Kaspers. Die meid, ja. En volgens mij speelde hij destijds, of heeft hij gespeeld ook nog in zo'n band van Freddie Golden, zo'n groot showorkest. Klopt. En ze hadden een stuk of 15 orkesten in de stal, waaronder Leslie Gaal, waar Arne Jansen zong. Ja. Maar nog andere T-Chin zat daarbij natuurlijk. Reunion heeft volgens mij ook nog een keertje meegedaan. Connection. Ja. Dat soort bands. Want BVM had ook natuurlijk filialen hier vlakbij. Toen in Limburg. Later. Hè? Want hij zei, ik moest een beetje concurreren met Jan Vis. Ja. Ik moest die artiesten toch een beetje binnenhalen. Dus ging hij vlakbij bureau Jan Vis zitten. Gaf hij me door. Even over jullie repertoire, want wat ik zo beluister en wat opmerk is dat jullie top 40 repertoire maken, maar geen eigen nummers. Nee. Hans, waarom geen eigen nummers? Ja, omdat het er eenvoudigweg niet van gekomen is. Het was een vrij commercieel verhaal. En wij hadden toevallig de gave, diverse mensen van ons, waaronder onder andere, moet ik nog even een pluim in de hoed steken van Hans de Groot, die er nu niet meer bij is. Die man die had een bepaald idee, als je de tipparade zag, die wist binnen een uur wat een hit zou worden. Ja. Dus wij waren altijd weken voor een andere band met de hits. En dan komt het er niet van om een eigen nummer te doen. We zijn er wel eens een keer mee bezig geweest met plaatopnames en dergelijke. Die werden dan geschreven door Dries Holte onder andere. Maar ja, er moest zoveel tijd in gestoken worden. Daar hadden we geen tijd voor, want wij werkten destijds. We studeerden nog en we speelden 150 keer per jaar. Nou, dan wordt de tijd zeer krap om ook nog eens een keer artistiek op te hoogte. Ja. Eigen nummers hebben jullie wel gemaakt, Ad? Nee, we hebben geen. We hebben wel eigen nummertjes gemaakt, maar. Na het optreden misschien? Of ja, precies. Ja, precies. Nee. Daar zouden we het net niet over hebben, geloof ik. Nee. Maar wat ik wel inspireer, is eigenlijk dat jullie dus naar Twente toe gingen, want daar traden jullie dan op. Maar dat ging niet altijd makkelijk, geloof ik, Ben, hè? Met de bus naar Twente. Was door de tijd dat er geen snelwegen waren. Dus je ging vanaf Den Bosch, waar wij met z'n allen zo'n beetje bij elkaar kwamen, bij het repetitielokaal, ging je langs Hees, hè, Os voorbij. Gewoon een provinciale weg naar Nijmegen. Nou, dat was het zaterdag of vrijdag, hartstikke druk. De brug over Arnhem, door Arnhem heen. Zutphen. En dan voorbij Arnhem de dijk op bij Zevenaar. En dan die N232, geloof ik, langs Eibergen en zo, Enschede, die kant nog op. Steeds. En we hebben zelfs nog 3 jaar dezelfde route gevolgd toen de snelwegen wel klaar waren. Alleen dat wisten we niet. Nee. Dus en ja, dan moest je om 3 uur 's middags vertrekken uit een bos. Om een uur of 6:30 in de zaal te zijn. Een uurtje opstellen, soundchecken en spelen. Ja. En dan kwam je s'nachts opnieuw 4 weer thuis. Precies. Soms werd het ook wel iets later, Benny. Ja, precies. Enigszins. Okay, ja. Als je dan nog wat nummers moet maken, dan ja, gebeurt dat toch niet? Okay. Ja. Je hebt veel bands hebben je begeleid, onder andere Albert West. Veel artiesten, inderdaad, ja. Ja. Albert West, hoe is het met Albert? Nou, met Albert, als je het aan als Albert vraagt, zegt hij, het gaat goed met me.
gaat langzaam vooruit, langzaam en zeker vooruit. Hij loopt dan wel weer, zei het dan, met een stok. Dat, dat zullen de kijkers volgens mij ook wel goed doen als ze dit horen, toch? Ja. Ja, ja. Wat hebben jullie met Smokey? Je wordt een beetje als de Smokey-band in Nederland ik denk dat we alle nummers van Smokey hebben gespeeld in die tijd. Echt. En het was wel goede muziek, maar bij ook eenvoudige muziek. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld het slapend kon spelen, wat ook wel eens gebeurd is. En er waren drie akkoorden. We hadden het druk met studeren, met werken. Ik was een huis aan het bouwen. En als er dan Smokey gespeeld werd, dan kon mijn ogen dicht, dan kon ik even slapen. Alleen soms vergat het op te houden. Dan waren ze al klaar. Dan speelde ik nog even een paar maten verder. Maar dan kreeg ik zo de stoot. En nou ja, dat was ik ook weer bij de les. Dus het was leuke muziek en makkelijke muziek. Maar hij nam dat wel echt letterlijk, kan ik je meedelen. Ik kan me nog een optreden herinneren waar we al die Smokey nummers maakten. En datzelfde huis waar wat hij aan het bouwen was. Daar was hij dermate van uitgeput. dat hij in de pauzes nog even een auto ging knappen. Achter de boxen. Ja, dus het was gewoon even slapen, vijf minuten power nap. En dan riepen we weer, dan floten we weer. Ben, volgende serie en dan kwam hij weer. Maar er was weer Smokey, dus dat kwam weer goed. Precies, nou, dat doet dus er ook niet. We spelen het straks niet, maar we hebben nog steeds in ons repertoire I'll Meet You at Midnight van Smokey. Ja. Precies. Wat zo bijzonder is dat jullie hier straks gewoon live met de band gaan spelen hier in het Artiest Café. Ik heb een aantal punten die ik nog even met jullie door wil nemen over wat data. In 1978 zijn jullie gestopt, min of meer. Ja. Waarom? Voor mij gold dat ik had het gezien. Elke keer diezelfde zaal in de Achterhoek, soms 3-4 keer per maand bij Dieke van de Kruisweg, 4 keer per maand bij Bills Bar en Markelo. En ja, de lol had ik er niet meer in. En dat betekende voor mij dat ik met Brits wilde stoppen, dat er gewoon te veel werd opgetreden. Ik wilde wel muziek blijven maken, heb ik ook gedaan. En om ongeveer dezelfde tijd stopte ook Hans ermee volgens mij. En een toenmalige toetsenman ook. En toenmalige toetsenman. En wij zijn met z'n drieën nog even verder gegaan met Band Liberty. En later heb ik nog wat dingen met Hans de Groot gedaan. Every Blood's Repertoire, samen met Garfunkel. Tot we in 1990 weer met een reunie alle oude leden bij elkaar Brits gevormd hebben. En eigenlijk vanaf die tijd zijn we blijven spelen. Weliswaar een stuk minder als in het verleden. En ja, tot eigenlijk 2 jaar terug. Hans de Groot, die sukkelde met zijn gezondheid. Uh-huh. Hans van der Zandag moet ik aan de zelf vertellen. En we hebben dus een andere gitarist. We hebben een drummer die nog tijdelijk is. We zoeken eigenlijk nog een nieuwe drummer. Dus voor degenen die kijken en luisteren, die kunnen solliciteren. Maar met die nieuwe gitarist is er ook weer nieuwe ambitie gekomen. Nieuwe repertoire, wat meer op details letten. En ja, proberen weer een band te zijn waar men graag naar gaat kijken. Precies. En die je weer... Ja, blaakt van levenslust, hè? Ja. Zo is het. Dan maar betekent ook dat je gewoon er veel tijd in moet steken. Want werken jullie nog? Adwoord de tweede week nog of niet? Nou, ik ben sinds 1 oktober gestopt bij de ABN AMRO Bank. Na bijna 44 jaar daar te hebben gewerkt. En waren de laatste jaren moeilijk nu in deze tijd van de recessie? Nou, nee. Dat klinkt heel gek, maar ik zit notabene ook nog in het hypothekenverhaal. Maar doordat er steeds minder partijen in de markt kwamen die nog financieringen verkochten, ja, dan krijg je automatisch druk. Ja, precies. Ja. Jij bent? Ik ben 5 jaar niet meer aan het werk. Nee. Dat is ook wel te zien. Dus daarom heb ik ook tijd om wat meer tijd te besteden aan muziek maken. En dat was ook wel nodig, moet ik zeggen. Jij bent ook de leader van de band, toch? Nou ja, dat zeggen ze tegen dat mij. Dat zeggen ze, precies. Maar het is alleen omdat ik al het werk aan ga doen. Hè? Nou, de leider met de lange eieren. Ja, en jij, Hans? Eén dag in de week. Eén dag in de week. Oké. Okay. Maar ik heb begrepen dat je wil gaan stoppen met deze band, hoor ik tussen de wandelgangen door. Het is geen kwestie van willen, het is eigenlijk min of meer een gedwongen besluit. Vanwege het feit dat ik heb begin van het jaar heb ik nog meegespeeld. Een tweetal jaren terug heb ik last gekregen van sudden deafness. Voor mensen die dat niet kennen, dat is vergelijkbaar met wat Bibi Suryadi gehad heeft, Phil Collins en hoogstwaarschijnlijk André Hazes. Ja. Dus dat je binnen een half uur stokdoof bent. En dat wil niet zeggen 70%, nee, gewoon 100%. En dat is een heel, als muzikant is dat een heel vervelende aanwording als je dus helemaal niets meer hoort. Ja. Ja. En dat heeft me de toegedwongen eigenlijk om te besluiten te stoppen met deze band. Om gewoon het risico medisch te zien.
hè, en zeker vanwege mijn eigen comfort, te zeggen van, nou, weet je wat, probeer het even op te lossen. Met goede vervangers. Nou, een van de goede vervangers, de goede vriend van ons. En, maar die doet dat wel degelijk als vervanger. Dus onze oproep is nog steeds, mensen, als je zin hebt in een leuke band. En ik, ik kan beamen. Ik ben gewoon een jonge dynamische vent vervangen, dat is de bedoeling. Ja. En ik ben inmiddels toeschouwer en ik ben een fan, ik ben fan geworden. Iedereen roep ik op om het eraan te doen. Het is een hartstikke leuke band. En je bent vriend voor het leven bij ons, hè? Ook ja. Hans. En contributie vrijgesteld, dus ja. Wat dat betreft. Maar dat is met de president van de Raad Commissaris altijd wel. ik zou bijna zelf solliciteren, maar ik kan geen noot lezen en niet spelen. Overigens, vanmiddag hebben we besloten dat ook iemand van het vrouwelijk geslacht mag zijn. Het hoeft geen man te zijn, het mag ook een goed drummer. Ja, maar daar vertrouw ik jullie niet bij, dus wat dat betreft dat wil ik niet al te meer. 2012, zei je bij Omslag, zei jij zelf al, Ben, Bourgondisch Den Bosch, heel populair dit jaar natuurlijk. Ja. Met succes moet ik zeggen. Daar wil je meer gaan doen, geloof ik, als band. Ja, het is natuurlijk, althans voor ons was Bourgondisch een hartstikke mooie ervaring. Een heel leuk optreden, mooi podium, leuke mensen. En ja, een jaar of 3-4 geleden dacht ik, vooruit, als we daar een keer zouden kunnen spelen, dan zou wel wel mooi zijn. Nou, dat is gebeurd. Over een paar maanden ervoor, opening van de Parade, ook een evenement wat Den Bosch zingt, hè? Hartstikke leuk was. Ja. En als je dat een keer gedaan hebt, dan heb je de ambitie om dat zelf nog een keer over te doen. Dus hopelijk volgend jaar zijn we weer bij Bourgondisch. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in kleine kroegen spelen, want we spelen bijvoorbeeld 29 november bij de Gouden Sleutel. Een beetje een stamkroeg van ons qua spelen. En ja, daar komen dan 60, 70 man. En dat is ook een hele gezellige avond altijd. Dus zowel klein, maar ik moet erbij zeggen, een groot podium, professioneel geluid, belichting, mensen. Ja, maar ambities als de Voice of Holland of zo, die hebben we niet. Nee, precies. We hebben wel de ambitie dat jullie nog hier gaan optreden. Ik zou zeggen, we gaan richting de band. En dan ga je een aantal nummers nog brengen voor de kijkers thuis. Dus, nou, ik ben benieuwd wat jij voor ons bedacht hebt, zometeen. Ja, precies. Dus, Okay, nou, dan lopen we eventjes naar de band. Goed zo. Dit is het Artiestencafé. We zijn trots dat we hier hebben, de groep Bridge, hier in het Artiestencafé. Ad, welke nummers ga je brengen? To Love Somebody beginnen we mee met van de Bee Gees. Dames en heren, applaus voor deze Bridge. Succes. Dankjewel. Certain kind of light that never shows on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. Does it bring if I ain't got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Brain. I see your face again. I live and breathe for you. But what good can I do? That it's true, so, so true. I'm a man. Can't you see what I am? I do my What more can I do to live with you, live with you,
don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. We gaan een liedje doen van Frank Boeien. Ja, in ons repertoire zit ook een Nederlandstalig repertoire. Dat heet Kronenburgerpark. Here we go. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto lichten, de schijn in je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. De woorden die we jouwden zijn goedkoper dan ik dacht. In één seconde ging het regenen van haar. Ga die wereld uit, één seconde en rijd snel door die wereld uit. Ga die wereld uit, één seconde. In ons paradijs. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg. Op zoek naar geluk in de Kronenburgerpark. Thuis wacht een vrouw onwetend op haar man. Ze heeft nooit iets gevoeld van zijn ontevredenheid. En als blij bij het oude, als hij naar huis rijdt. Ga die wereld uit, één seconde en rijd snel door die wereld uit. Ga die wereld uit, één seconde en kijk goed rond in ons paradijs. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. En als blijft bij een oude, als hij weer naar huis rijdt. Ga die wereld uit. Eén seconde en rijd snel door die wereld uit. Ga die wereld uit. Eén seconde en kijk goed rond in ons paradijs. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Thank you.
Dankjewel. Dankjewel.